Goed, we gaan vandaag een rubriek uittesten die wellicht een groot succes zal worden en een vaste rubriek zal worden. De Poes van. En daarvoor gaan we elke uitzending een interessante gast uitnodigen die het zal hebben over zijn, haar, hun poes. En vandaag is onze interessante gast Johanna Pas. Vele van de luisteraars zullen haar ongetwijfeld kennen, maar voor wie haar niet kent, Johanna, jij schrijft dicht en jij baat een winkeltje uit. Klopt dat en wat heb jij daar zoal over te zeggen? Stel jezelf eens voor. Ik schrijf, ik dicht, ik vertaal ook en ik baat een winkeltje uit. Ik heb heel lang gewerkt in Boek aan het Verschil en... Nu heb ik de winkel overgenomen en die gaat dan verder onder een andere naam, Kartonnen Dozen. Ja. En wat is de stand van zaken met Kartonnen Dozen? Ik ben er net aan begonnen. Nee, we zijn het verschil is een jaar dicht en we kunnen waarschijnlijk pas open gaan met de winkel in oktober. Maar we zijn al sinds maart bezig met lezingen organiseren. We houden ook stands, onze webshop is nog altijd open, dus we draaien eigenlijk nog wel. En vooral op de lezingen willen we ons ook focussen in de nieuwe winkel. Dat gaat zeker een groter aandachtspunt worden dan in de vorige. Verder blijft het aanbod ongeveer hetzelfde. Boeken, dvd's, alles wat met gays, lesbiennes, biseksuelen, transgender, interseksualiteit te maken heeft. Super. Zullen jullie trouwens ook op het Queer Arts Festival aanwezig zijn? Ja, we organiseren zelf zondag een lezing al op de Draakplaats 2. Mm-hmm. De woensdag met het literair evenement, of ja, literatuur en performance, zullen we aanwezig zijn in de Antwerp Tower. Oké, leuk. Met een stand, met relevante boeken en zo, maar mensen kunnen ook altijd vragen naar andere dingen om mee te brengen. Goed, maar terug eventjes naar de essentie, jouw poes, de poes van Johanna Pas. Ja, de poes van Johanna Pas is non-existent. ik heb alleen nog maar leenpozen gehad, bij wijze van spreken. Ik ben zelf bijzonder allergisch voor katten, wat als lesbienne bijzonder onhandig is, want je kunt niet bij mensen op bezoek gaan langer dan een uur. Want de meeste lesbiennes hebben een kat. Gelukkig zijn er ook een paar zonder. Heb je ooit medicatie overwogen? Zover wil ik niet gaan. Ik heb liever geen poes dan medicatie. Want het is gewoon belangrijk, denk ik, voor de luisteraars dat we die goed informeren. Je kunt daar gewoon... Nee, ernstig. Mijn vriendin is zelf allergisch en wij hebben ons medisch laten helpen, zeg maar. En nu hebben we er vier, dus het kan wel, hè. Oké. Maar ik ben niet zo gemotiveerd, eerlijk gezegd. Ik hou wel van de poes van andere mensen, net zoals van kinderen van andere mensen. Ik vind het allemaal prima andere mensen te hebben, maar zelf hoef ik niet zo. Ik denk ook dat een kat bijzonder ongelukkig zou zijn bij mij. Ze zijn toch wel enigszins afhankelijk van het krijgen van eten en zo. Mm-hmm. En zelfs mijn plantjes gaan dood. Dus ik denk dat een kat, een cavia, een hond of een... Het is een moedige getuigenis. Goudvis niet aan mij besteed. Nu, misschien voor... want er zijn natuurlijk nog mensen zoals jij die... omwille van medische uitdagingen, zeg maar, geen poes kunnen hebben. En dan is literatuur misschien ook nog wel een middel... Dat is een goede om vervanging. ...om toch dichter bij de furry love, die dat je dan een beetje moet missen. Ja, poes in literatuur vind ik prima. Daar ben ik niet allergisch voor. En heb je misschien tips voor luisteraars die op zoek willen gaan naar een goed boek over poezen? Ik heb in ieder geval één goede tip van auteur Rita Mae Brown... onder de meeste, vooral de oudere lezers of luisteraars, waarschijnlijk bekend van het boek Ruby Fruit Jungle, een echt klassieker onder de coming-out literatuur voor lesbiennes. En zij heeft ook een hele serie geschreven, ondertussen 25 boeken, die ze samen met haar kat, Sneaky Pie Brown, geschreven heeft, en waarin een kat de hoofdrol speelt en eigenlijk de detective van dienst is. Oké. Ja. Dus het hoofdpersonage is een postbeambte en die heeft een kat, Mrs. Murphy. En Mrs. Murphy die lost eigenlijk alles op met haar kattenverstand en haar geur en al haar vermogens. Hè. Is er eigenlijk veel vraag naar en zijn er ook modernere boeken? Rita Mae Brown, dat is al die boeken, dus het laatste in die serie is verschenen in 2016. Dus die serie loopt al heel lang en daar blijft ze blijkbaar mee doorgaan. Met 25 boeken, dat schrijven ze natuurlijk niet... Even snel bij elkaar, maar het laatste is van 2016 en daarin komen niet alleen poezen en andere dieren, maar ook maatschappelijke thema's aan bod en zo. Zij behandelt in haar boeken op een humoristische en supervlotte manier van alles wat je maar wilt. Nu, ik heb zelf eens gekeken, Zoom, dat is een literaire weblog, die hebben onlangs een lijst van de 150 beste lesbische boeken gepubliceerd. Mm-hmm. En ik heb daar die eens doorgenomen en eigenlijk komen er schokkend weinig boeken in voor waar poezen in voorkomen. Terwijl zoveel lesbiennes, tenminste in mijn omgeving, poezen hebben.
ontbreken die toch wel een beetje in de lesbische literatuur. Ze komen wel voor, maar er komen eigenlijk, bij mijn weten, of als de boeken die ik mij nu voor de geest haal die recent zijn, komen meer honden voor dan katten. Dus ik zou zeggen aan alle auteurs die lesbische boeken schrijven, laat de katten ook eens aan het woord en geeft ze wat meer ruimte in de literatuur. Ja, ja. Waar ze in het echte leven zijn, moeten ze toch ook verschijnen in de boeken. Ik vraag mij ook nog af, heb je het gevoel dat er zo een meer conservatievere beweging op gang is gekomen, waarbij dat moeilijker wordt als lesbienne of als homo of als intersex om vrijuit te praten over die liefde voor poezen? En allee, voor mensen die bijvoorbeeld wel wat ver willen gaan in het knuffelen van poezen, dat misschien moeilijker ligt tegenwoordig? Of... Ik denk dat er alleen maar meer en meer ruimte voor komt. Ah, ja. Dat is okay. Bestialiteit. Nee, ik heb geen idee. Ik heb, aangezien dat mijn liefde voor poezen zeer beperkt is, heb ik mij daar niet zo mee bezig gehouden. Het is wel een minpuntje, denk ik, voor mijn emancipatorische geest. Dat klopt. Okay. Ja. En Stijn, want we hebben het hier nu over lesbiennes en poezen, maar ik weet niet of het echt een uitsluitend een vrouwending is. Ja, ik wou juist vragen naar een homo's hebben honden. Ja? Nee, ik dacht even. Ik dacht even van, ja, ik was aan het denken tussen homo-koppels. Ja, ik heb zelf ook een poes gehad, nu niet meer. Ik ben trouwens zelf ook allergisch. Ik ben de medicijnenweg opgegaan. Mm. Ja, hoe is de vergelijking tussen lesbiennes en dan homo's? Of ja, bi's of trans of tja, ik heb er geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, dus dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Ja. Maar mijn idee was dat homo's honden, en sommige lesbiennes ook honden. Er zijn veel lesbiennes die eerder hondenliefhebber dan kattenliefhebber zijn, en sommigen nemen het allemaal. Persoonlijk vind ik wel, dat is natuurlijk op ter discussie, dat katten meer queer zijn dan honden. Dat is waar, daar ben ik het absoluut mee eens. Ik hou wel van karaktervolle katten die zelfstandig en heel eigenzinnig zijn. En honden zijn natuurlijk iets onderdaniger. Ja, maar het hangt er vanaf waar je van houdt. Misschien is dat eerder de voorkeur dan of welk dier. Het is eerder de aard. Ja. Ja. We hebben zelf één kat en die lijkt C2M te zijn. Cat to mouse. Okay. Wat trouwens ook iets is voor onze volgende gasten. Als er mensen zijn die hier graag over willen praten, wij hebben een e-mailadres. Inderdaad, dat is queerdelights@gmail.com. Ja. Queerdelights, Engels geschreven. Exact. Dus als er mensen zijn die daarover willen praten... Of over dog to cats. Ja. Absoluut, als over hun poes, hun hond, hun C2M, D2C. Als er of ergens, apporterende poezen. Als er ergens over gesproken kan worden, dan zal het vast en zeker hier zijn. Nu, we gaan deze vaste rubriek afsluiten voor mensen zoals Johanna, die het ook een beetje moet hebben van Ersatz, met de korte rubriek Miaukes voor al de poezenliefhebbers out there.